Ik ben geen 2 seconden aan het vliegen en hij zit in de boom. Jongens, we kunnen beginnen! 4. Je doet het niet! 1. Je kan het niet! Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik ben super hyped, want ik ga straks richting Schiphol. Want ik ga naar Ibiza! Eindelijk! Ik heb er zoveel zin in. Alleen, ik heb wel een beetje een probleem. Ik moet opschieten, want ik ben weer een beetje aan de late kant. Dus ik heb het gevoel dat ik alles heb. Ik hoop dat mijn gevoel klopt. Dus ik ga nu richting Haarlem. Dan zet ik mijn auto ook bij Ruben neer. En dan gaat Willem ons naar Schiphol brengen. Dus snel de auto in en dan gaan we er vandoor. We gaan gewoon naar Ibiza. Oh, wat heb ik er zin in. En weet je wat het leuke is? Niek die heeft last minute besloten om ook mee te gaan. Dus Niek gaat ook gezellig mee. Dus we gaan met Danny, Sam, Ruben en Niek. En wat ook leuk is, Hidde is er ook. Met Marije, dus mijn personal trainer. Die ons altijd training geeft. En Gio en Jara zijn er natuurlijk. Dus het wordt een hele leuke vakantie. Ik heb er super veel zin in. Oh, maar echt, ik ben zo slecht in inpakken. Het is echt niet normaal. Ik heb gisteravond echt zoveel bij elkaar gepakt. En gewoon maar iets in een koffer gedaan. En ik hoop gewoon echt dat ik alles heb. Ik heb het gevoel dat ik de helft niet mee heb genomen. Maar goed. En wat ook leuk is, ik heb een GoPro gekocht en een drone. Dus we kunnen hele lijpe vlogs gaan maken. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat nog even. Want er komen hele leuke video's aan. En we gaan super lekker nog steeds. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat even. Ik heb blijkbaar toch nog eventjes de tijd. En dan ga ik toch echt eventjes langs de show een broodje halen. Mensen weten gewoon standaard van mij dat ik altijd te laat kom. Dus Ruben heeft tegen mij gezegd, yo, zorg dat je om 9:45 bij mij bent. Dus ik bel hem zo net op. Ik zeg van, yo, ik ben er pas om 9:45. En ze is van, ja, wist ik al, maakt niet uit, we gaan pas om 10:30 weg. Maar ik wist dat je te laat zou komen, dus ik zei 9:45. Echt zo slim. Weet je wie dat ook altijd doet? Hidde doet dat ook altijd. Ze zegt van, yo, jongens, we gaan om 9:45 sporten. En dan gaan we pas om 10:00 sporten. Want dan ben ik wel op tijd. Geen goede eigenschap, jongens. Geen goede eigenschap. We going to Ibiza. La 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 la. Lekker, heb je er zin in? Tuurlijk. Niet normaal, hè? Kijk eens hoe mooi die ingepakt is. Oh, dit vind ik wel heel, heel vet. Hey, kunnen wij schoenen hier misschien bij? Nee. Taxibedrijf. Hoe is het met taxibedrijf? Oh, hi, goedemiddag. U bent van taxibedrijf Uber voor Vincent. Hi. Ja, dat klopt. Hi, Vincent. Hi, kom binnen. Lekker. We zitten nu in de auto en ik weet niet of jullie mij goed horen door de wind. Alleen, het is hier best wel lekker weer zoals je ziet. Volle zon en lekker met het open dakje. Willem de Ubers, lekker bezig houden, lekker. Maar goed, ik heb gehoord dat het in Ibiza dus een beetje bewolkt is al een paar dagen. Dus dan beter hier blijven. Ja, we kunnen beter inderdaad hier blijven. Zullen we maar teruggaan dan gewoon anders? Ja, inderdaad, kom. Wim, kun je naar huis rijden? Ja, kun je naar huis rijden, Wim? Ik heb er echt geen zin meer in eigenlijk. Ja, joh, hier is gewoon de volle zon. Wij gaan naar de bewolking. Maar goed. We're going to Ibiza. Hey. Danny staat ook al. Hola, joppie. Wat ze flats. Heb je er zin in? Hebben we er zin in, boys? Fuck, heel veel zin in. Ik ook, man. Jongens, moet je eens kijken. Ik heb even de bril van Danny opgezet, maar ik lijk echt een nerd nu, of niet? Je lijkt een beetje Harry Potter. Hé, hey, maar Harry Potter? Hoor. Jij wordt echt een nerd van en Danny wordt echt... Ja, ik word een nerd van. Dan, zet jij mis op? Ja, bij jou staat gewoon lijp. Bij jou is echt zo'n... Het voegt iets toe. Ja, ik word gewoon een nerd van. gaan we nu al beginnen? Je maakt het zelf niet grap. Nee, maar ik mag hem maken. Oh, okay. Ik mag hem maken. Ik kies even een lekker koffietje op een lounge stoeltje. Met het heerlijke weer en de vliegtuigen. Oh, ik ben al lang niet meer op Schiphol geweest, boys. Heel raar. Ik vond het echt raar. Nou, volgens mij wel echt vaak. Maar we gaan gewoon op vakantie, jongens. Heerlijk. Hey, laat je horen voor Ibiza. Hey. We gaan het vliegtuig in. Dan, loop door. Loop door, Dan. Rust. Niek, veel plezier met je extra beenruimte, jongen. Daar zitten we. Ho. Je bent links van ons. En kijk, zie je er ook eens bij komen zitten. Danny, you. Gezellig. Hij is echt zo lisje. Echt zo'n schatje, jongens. Het is echt een schatje. Hoe is het al Vincent, hè? Hoe kun je zo slapen? Hoe kun je zo slaap vallen? Je hebt sowieso dekpijn jij vanavond. We zijn er! Eindelijk! Maar niet daar. Dus ik denk dat het niet daar is, Tom. Oh. Het is wel bewolkt, jongens. Helaas, maar de temperatuur is wel chill. Joepie! Hey, Joepie! We zijn er! Hey!
kijk eens even wie er is. Kon je ons niet even alleen laten? Wij dachten, we gaan op vakantie zonder... Even een weekje geen training. Hallo, luie hufters, wat denk je nou? Dat jij hier naartoe kan zonder trainer? Ja, dat dacht ik dus niet, maar goed. Nou, wel fijn dat je er bent, want zij gaan ons lekker naar ons huis brengen straks. Gio komt er ook nog aan met Jaren, dus het wordt hartstikke gezellig. Ik heb er echt heel veel zin in, jongens. Ik ben heel erg benieuwd naar het huis. En ik ga straks met mijn nieuwe drone ga ik eventjes vliegen en dan ga ik jullie laten zien hoe het huis eruit ziet. Yes! We zijn er! Hey, dat is het mijn begin. Welkom in Ibiza. Gio is de parkeerkaartje kwijt. Hey, ja, niet naar mijn gezicht staan, joh, gek. Ja, nou, hier. Hey, Jade! Hey! Daar zijn we! Hey! Ibiza, laat je horen! We zijn er. En moet je eens eventjes kijken. Holy shit. Wauw, wat een uitzicht. Ik hoop dat het een beetje op beeld overkomt, maar je ziet daar de zee, Ibiza stad, het fort daar. Heel erg lijp. Dit is lijp, jongens. Holy shit. Hey Gio. Ik wou welkom chillen bij jullie. Hey, heb je me niet een beetje gemist? Nee, man. Echt niet een beetje gemist. Ah, ik heb me niet even gemist. Ja bro, maar ik heb Sniffers niets meer gemist, man. Ah, jongetje, kom. Oh, we zijn er, hoor. We zijn er. Ja, echt fucking nice dit. Alleen wat jij inderdaad zegt, als de zon schijnt, dan kan je nog meer zien. Ja, je komt wel echt op het verkeerde moment aan. Hè. Ja, maar goed. Holy shit, jongens. De binnenkant. Welkom. En we gaan naar boven. Welkom. Comigo zijn bij waar? SOCKS? Mikasa. Oh, dit is groot, hé. Zo, dit is vet. Kijk, hier zie je nog beter het uitzicht. Hé, dit is een lekker kamertje ook. Als het goed is, heeft iedereen zijn eigen kamer, toch? Ja, lekker deel gevonden. Haha, jammer. Welkom jij. Ah, oh, ook al heeft ook echt zijn spullen al hier neergelegd. Dit is Daddy's kamer. Oh. Ja, wel nice hoor hier. En hier is de woonkamer. Ook echt fucking mooi. Jongens, ik denk dat we echt een goed huis hebben uitgekozen. Ik ben tevreden. Ik ben echt tevreden. Hier beneden is dus ook nog gewoon een hele kamer. Je ziet, net was hij volgens mij open, maar er zit hier. Kijk. Vashok. Oh, Jade! Ja, we zijn weer met elkaar. Leuk. Durf het niet nog een keer te doen. Nee. Cause now I found you. Ik ben geen 2 seconden aan het vliegen en hij zit in de boom. Oh mijn god, ik ben zo'n mogol. Ik ben nog geen fucking 2 minuten aan het drone vliegen. Zit die in deze boom? Nou, Gio gaat nu kijken of je mijn drone kan zien. Oké, helaas. De drone zit nog steeds in de boom. Ja, fucked up. Ik weet ook niet dat... Ja, ik wil zeggen, ik weet ook niet wat er is fout gegaan, maar... Ja, het ging gewoon mis. Oké, het is heel jammer. Maar goed, het is niet het einde van de wereld. Kan gebeuren. Oh, als jullie zien heb ik wel beelden van de drones. Ja, ik heb er tenminste nog iets aan gehad. Maar goed, zoals ik net ook al zei, het is eventjes niet anders. Kan gebeuren, eventjes kut. Maar het moet niet de vakantie gaan bederven. Dus wij gaan lekker douchen en dan gaan we even wat drinken en straks lekker wat eten. De tasjes worden uitgeruimd en moet je eens kijken. Ik heb echt nog best wel veel meegenomen uiteindelijk. Echt gewoon... Bijna al mijn shirts. Hier moet je kijken. Sokken, alles. Je hebt echt veel. Maar ik heb ook wel ik veel. Ik heb echt heel veel. Hier, allemaal onderbroeken, zwembroeken. Echt, dit staat met shirts. Maar kijk, ik heb gewoon letterlijk heel mijn inboedel meegenomen. Dus, deze is van mij. Goed, daar gaat mijn enige zwembroek. Nu heb ik geen zwembroek meer. Nou, fijn. Weet je wat het kut is, jongens? We kunnen hier dus gewoon niet weg, omdat we hebben geen taxi. Of nee, we moeten een taxi fixen, want we hebben nog geen auto. Sam die zou een auto regelen. Alleen die is er nog niet, want die heeft een... vlucht later gepakt of zo, omdat die was geen idee, heel vaag verhaal. Maar goed, we hebben dus nog geen auto en we willen dus eigenlijk nu boodschappen gaan doen en daarna even wat gaan drinken. Dus Dan gaat even een taxi bellen. Dan, volgens mij is Nick aan het bellen. Oh, Nick is aan het bellen. Carrer Lagar. Si. Ibiza. It is near Carrer del Flamenc. Gaat lekker dit. Oh, dit is een andere. Cala del Agro. You can find that one. Oh, dit gaat nog wel even duren. Ja, daar is de taxi. Helemaal top. Daar zijn we. In de supermarkt. Eindelijk. Lekker spulletjes kopen. Ik heb gel nodig. Deo, luchtjes. Ik heb alles nodig. Dus we gaan lekker winkelen. En spullen halen. Oh ja, en we gaan biertjes halen. En lekkere drankjes. We hebben boodschappen! Hey! Weet je nog? We hebben drank! Yes! En dit is serieus de lekkerste chips. Die heb je niet in Nederland, maar het is echt fucking lekkere chips. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga het zo even proberen. Blijkbaar heb je dit dus alleen in Spanje. Zijn er mensen die dit ook kennen?
Oh, de koelkast is goed gevuld. We hebben hier vodka, we hebben lekker drankjes. Maar Danny, die heeft een soort van autisme. Dat hij alles moet recht staan en zo. Dus ik had deze fles, die had ik hier staan. En hij wilde het op kleur hebben, dus... Ja, nu ligt hij hier. Maar het ziet er wel mooi uit. We hebben echt een mooie koelkast zo. Den, goed gedaan, jongen. Hey. Ik vind het ook dik uit omdat die twee naast elkaar hebben. Ja, ik vind het ook hard. Jullie is iemand aangekomen. Hey. Laat je horen voor Sam Postema. Hey. Laat je ze even helemaal horen. Lekker, man. Mannen. We zijn er. Hots of wat. Grappie. Ja, jij? Nou, wat toevallig. Ik dacht ik ga op vakantie in... Eindelijk keer vakantie zonder eindelijk, ouders. Ja, eindelijk keer vakantie zonder ouders. Zijn mijn ouders er weer gewoon. Kijken. Op rot hoor. Jezus, nou ik ga naar huis. Oh man. Ik dacht eindelijk even rust, komen mijn ouders hier ook weer heen. Nee hoor, mijn ouders die zijn hier ook gezellig. Die zijn al heel lang in Spanje, ongeveer een maand. En ze waren nu ook toevallig in Ibiza, dus we kwamen even een drankje doen gezellig. Dus dat is leuk, gezellig. Doei. Doei. Jongens, we kunnen beginnen! Stel die hoeren! Woep. Nee jongens, het is maar een grapje hoor. Ik vond het hartstikke gezellig dat mijn ouders hier waren. En wij gaan zo lekker uit eten. Maar moet je eens even kijken wat een zomers outfitje ik aan heb. Mijn kettingjes aangedaan. Even voor de grap. Ik voel me net zo'n drugsdealer nu. Maar goed, dat ben ik gelukkig niet. Het begint al avond te worden en moet je eens kijken wat een gezelligheid. Iedereen is weer lekker bij elkaar en we gaan lekker met z'n allen uit eten. Dus het wordt hartstikke gezellig. Doe het, Dien! Kom op! Nee, op één hand, drie, hand. Vier. Je doet het niet! Eén hand, je kan het niet! Je wil het niet! Kom op, Sam! Je moet door! Hoeveel? Ja, weet ik veel meer! Oh! Ja, dat is het nadeel van een trainer mee op vakantie, hè? Maar is het niet zo dat brandweerman Sam gaat toch straks de drone halen? Ja, dat is... Ja, maar jij bent altijd zo goed in klimmen en zo, dus waarom ga je niet gewoon niet... Ja, ik heb een shotje van. Ik heb wel shorebanden meegemaakt. Ik wil niet helemaal losspelen. Ja, dat is wel mooi zo. Misschien moet ik even een drone shotje van maken. Ja, ga ik even. Met z'n allen bij elkaar in de taxi. Laat je horen, nog één keer horen voor Hogeveen. Hey. Sam, laat je nog even één keer horen voor... Godverdomme eventjes horen voor Hogeveen. Hey, let's go! Kijk eens even wat gezellig, jongens. In een lekker restaurantje. Lekker druk, heerlijk. Jongens, we zitten nu in een restaurant en moet je eens kijken hoe leuk het is. Only me. Even selfies. And yes, especially selfies. It can be on TV because everyone else eats it. Wat, Sam? Ja, dat is het. Dat is lachen. Lekker hapje. Ja, hè. Ik heb hier een knipperknat. Gooi hem hier, hè. Moet ik hem gooien? Knipperknat. Hij staat eten uit mijn hand. Ik ga erin. Ja, Sam, ik... Wil je een beetje de pis van God willen proeven? Ik wil jouw pis proeven. Eerst even ruiken. Nieuwe voor jou. Jeetje, wat ruikt het lekker. Ruikt een beetje naar zweet. Ja, nee, dat is vanochtend helemaal gekweekt. Lekker. En daar gaan we lekker van genieten. Oh! Daar word je heel vrolijk van. Nog iemand in aanbieding, jongens? Ja, grote witte spermafles. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga lekker slapen. Ik heb een hele leuke dag gehad, ondanks dat mijn drone de boom is ingegaan. Helaas, kan gebeuren. Maar goed, ik ga lekker slapen en morgen is er weer een nieuwe dag. Dus ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vonden jullie nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Echt een kut video. Maar, nee. Niet te abonneren en dan spreek ik jullie later! Yeah.